Welkom allemaal bij weer een nieuwe SoRive video hier op FC Nederland. Mijn naam is Mark en we gaan kijken hoe het afgelopen weekend is gegaan in de nieuwe competitieopzet. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, is het dus een nieuwe competitieopzet. Hier zo met de Challenger, met de Contender, Caps. Je kan dus per ding kan je twee opstellingen maken. En ja, dat is gewoon een beetje anders dan dat het was. En ja, we gaan dat eens even kijken hoe dat is gegaan. Voordat ik begin wil ik je even vragen, doe even een duimpje omhoog op deze video. Zou ik enorm waarderen als je dat zou willen doen. En als je nieuw bent op het kanaal en niks wil missen, abonneer dan met het belletje aan. En vind je het leuk om voetbalshirts te dragen? Kijk dan even naar de link in de beschrijving naar Go Gold Shop. Die verkopen shirts vrij goedkoop in mijn optiek. Kwaliteit is heel erg goed. Ik heb er zelf ook een aantal. En ik zou het niet aanraden als ik er zelf niet 100% tevreden over was. En mocht je er eentje willen kopen en het nog goedkoper willen dan het al is, gebruik dan de kortingscode MARK tijdens het bestellen. M-A-R-K. Krijg je 12% extra korting. Oké. Nou, laten we even naar SoRive Data gaan. Dan gaan we hier kijken, want ik heb twee keer meegedaan aan de Contender. Classic Season. Ik heb allemaal oude kaarten. Had ik deze spelers opgesteld. Celtic 3-0 gewonnen, dus die spelers hebben redelijk goed gescoord. Zeker O'Reilly als mijn captain heeft goed gedaan. Fiets had helaas niet zo'n hele goede wedstrijd thuis tegen een vrij laag geclasseerde ploeg volgens mij. Maar het bleef 0-0. En ook Elber had niet een hele denderende wedstrijd. Die zit er ook niet heel erg lekker in de laatste tijd, maar goed. Het is wat het is. En dan had ik hier zo'n beetje al mijn kaarten gewed op Sanfres, Hiroshima. Want daar heb ik 5 spelers van in totaal. Daarvan had ik er 4 opgesteld. Samen met Mateu Savio, want dat is gewoon mijn beste middenvelder in Azië. Die hadden een lastige wedstrijd. Ze hebben allemaal 1-1 gespeeld. Helaas geen... echte kaartreward gewonnen, maar wel 2 boxen die we kunnen gaan openmaken. Ik ben benieuwd wat daarin gaat zitten. Ik heb nog geen idee. En dan had ik nog een cap 240 samengesteld met deze spelers. We hebben in ieder geval die threshold van $2 gehaald. Want daar zet ik eigenlijk altijd op in met deze spelers. Het is gewoon een husje spelers die ik over heb. En het lukt bijna elke week om die $2 te halen. Dus dat is fijn. Ik kan ook hoger inzetten. Maar dan ga ik het ten eerste niet zo vaak halen. En ja, dat is gewoon zonde. Als je gewoon elke week $2 bij elkaar sprokkelt, is dat toch gewoon mooi meegenomen in mijn optiek. Daarnaast zit ik een beetje te twijfelen wat ik met Seruki en met Luc de Jong wil gaan doen. Want dat houdt dus in, die kan je dus mee gaan doen in de Challenger competities. Maar ik heb eigenlijk niet zoveel spelers nu voor de Challenger. Want ja, ik heb er eigenlijk helemaal nog geen rekening mee gehouden. En ja, ik moet gewoon nog even een beetje uitvogelen wat ik dan wil gaan doen. Ik wil dan natuurlijk het liefst allemaal spelers van 1 team. Luc de Jong, hij scoort heel vaak heel erg goed, soms ook niet. Ja, dat is logisch, want het is bijna bij elke voetballer zo. Maar hij is natuurlijk ook al aardig op leeftijd dat raken. En ja, het zou natuurlijk altijd zomaar kunnen gebeuren dat hij van de zomer zegt van joh, ik stop ermee. Dus misschien dat ik hem wel ga verkopen, ik ben er nog niet helemaal uit. En wat ik dan wel voor teams wil gaan samenstellen. Maar goed, dat wellicht in een volgende video. Het is tijd om die rewards te gaan openen. We hebben er 8, dus dat is wel meer dan normaal gesproken. Dus dat is op zich wel leuk. We hebben hier ook puntjes natuurlijk die je altijd krijgt. Hoeveel zijn het er dit keer? Het zijn er 300. Nou, dat is fijn. Dan gaan we naar de volgende. Dan gaan we de threshold van $2. Dat is dan €1,80 of weer €1,86 momenteel. Dan de tier 4. Nou ja, ik weet niet of die allemaal een beetje hetzelfde zijn gebleven, maar dan zal het niet heel veel zijn. Het is in ieder geval een middenvelder. Van wel een goede ploeg in Japan. Ryuji Izumi. Oké, we gaan eens even kijken. Izumi, dat kan ik dan nog wel onthouden. Nagrayo Campus. Maar ik weet niet of hij dan een speler is die speelt. Hij speelt wel. Maar ja, zijn scores zijn niet heel denderend zoals je ziet. Maar goed, hij speelt in ieder geval wel. Misschien dat dit dan nog een interessante kan zijn voor mijn cap 240 als het zomer is. Want daar hebben we dan natuurlijk ook wat spelers voor nodig die wel spelen. Dus denk dat ik hem er wel even bij gehouden. Ja, dan ga ik nu voor het eerst van deze boxen openen. Ik ben benieuwd wat daar dan in zit. Een limited premium box. Ik heb ook echt geen idee wat dit is. Kan je hier al iets mee? Ik heb echt geen idee. Moet je ze verzamelen? Het is eigenlijk voor het eerst dat ik dit doe. Ik heb eigenlijk ook niet echt naar gekeken wat je er dan mee kan. Of wat er eventueel in kan zitten. Limited standard box. Mocht je het nou weten wat je hiermee kan, laat het dan even weten in de comments. Hoef ik het zelf niet uit te zoeken. Dat zou erg wijd zijn. Maar goed, ik had verwacht dat er wel iets in zou zitten waar je wat mee kan ofzo. Maar tot nu toe niet.
Kan je dat dan misschien ergens zien? Dat zal dan ergens in mijn club zitten, denk ik. Even kijken of je hier al iets van boxes ziet of zo. Nou, ik zie het zo snel nog niet. Dan moet ik nog even uitgevogeld. Ik dacht, nou ja, leuk, boxes openen, zit wat in, daar kan je wat mee. Maar het opent een andere box en ik kan nog niet zo snel zien wat je daar dan mee kan. Maar goed, ik ga dat nog even uitzoeken. Mocht je het nou weten, laat het dan zeker even weten in de comments. Dan hoef ik het zelf niet uit te zoeken. Dat helpt mij misschien ook weer een beetje op weg. En anders laat ik het zeker in de volgende video zien wat we er wel en niet mee kunnen. En dus wellicht ook in de volgende video wat voor nieuwe spelers ik eventueel heb gekocht en welke er zijn vertrokken. Is er nog live? Is er nog wat aan de gang hier zo? Dit ging heel erg goed aan het begin. De eerste 20 minuten toen deze wedstrijden bezig waren stond ik 8e. Nu is het helaas iets minder. Ondanks dat er is niet heel denderend gescoord, maar ook niet heel slecht. Maar goed, de eerste 41 krijgen deze week een reward als kaart. Dus dat is ook niet heel erg veel. Dus dat is wel lastig om daar bij te komen. Maar goed, het is wat het is. Dat is de midweek. We gaan het de volgende keer bekijken. Oh, we hebben hier nu... Wacht even, we kunnen het hier misschien zelfs wel zien. We doen het gewoon allemaal live, hè, mensen. Een soort half live. Ik neem het live op. Niet tegengedipt. Open nou. Kom op. Ik ben benieuwd wat erin zit. Het scherm blijft zwart. Ah, nu komt er iets. Het duurt wel heel lang allemaal. Oké, en nu? Krijg ik hier doosjes te zien. Nou, dit is al top. Kan je er dan op drukken of zo? En gebeurt er dan wat? Nee, ook niet. Nou goed, we hebben doosjes. Ik ga nog uitzoeken wat ermee kan. Mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Later eens.